Goedemiddag iedereen, welkom bij deze webinar van Klasse, de eerste van dit nieuwe schooljaar. En al is het nog een weekje wachten op die eerste schooldag, wij weten dat heel wat leraren al druk bezig zijn. En we zijn dan ook heel blij dat jullie er weer met zoveel bij zijn om een thema uit te spitten waar leraren elke dag mee bezig zijn, namelijk motivatie. Want elke leraar weet dat je met gemotiveerde leerlingen een heel eind verder raakt, maar ook dat het niet altijd zo eenvoudig is om de motivatie van je leerlingen telkens opnieuw aan te boren. Ik ben Seppe van Klasse en vandaag leg ik jullie vragen voor aan Maarten van Steenkisten, motivatie- en ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Gent. Welkom. Goedemorgen, Seppe. Goedemorgen, Maarten. Ja, ik stel je al ultra kort voor, maar kan je nog even zeggen wie je bent en hoe je met dit thema verbonden bent? Ik ben Maarten van Steenkisten, hoogleraar aan de vakgroep Ontwikkelingspersoonlijkheid en Sociale Psychologie aan de Universiteit Gent. Hoe ben ik bij dit thema beland? Omdat het thema motiveren van jongeren mij al zeer lang bekoort of interesseert. Ik herinner me toen ik bijvoorbeeld in de scouts zat als scoutsleider, was het ook mijn vraag van hoe kun je bijvoorbeeld jongeren meekrijgen? Hoe kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ze ook hun patrouille ook goed opruimen? Ik zie dat er ook vragen zijn in die richting rond regels en afspraken. Maar laten we zeggen dat de kiemen voor mijn interesse al vanuit mijn jeugd dateren. Ja, Maarten, we hebben heel veel mensen hier in de webinar zitten die straks hun vragen gaan stellen. Maar voor we naar die vragen overgaan, zouden we je graag enkele stellingen voorleggen. Ben jij klaar voor die eerste? Absoluut. Intrinsieke motivatie is altijd beter. Ja, interessante stelling, denk ik. Je kan daar in variabele mate mee akkoord gaan natuurlijk met die stelling. Maar laat ons even wat meer in de stijl staan bij wat we precies verstaan onder intrinsieke motivatie. Dus intrinsieke motivatie betekent eigenlijk dat een leerling geïnteresseerd is in de leerstof op zichzelf. Dat hij daardoor geboeid is, zich daartoe aangetrokken voelt. Hij vindt bijvoorbeeld dat inderdaad wiskundeoefeningen, dat iets is dat hem interesseert of haar interesseert. Of fysica, chemie zijn de zaken waar de interesse naar uitgaat. Dus de leerstof zelf staat centraal. En vaak wordt er dan van gezegd inderdaad, ja, dat is het meest optimale type motivatie en wordt dat eigenlijk wat geplaatst tegenover extrinsiek, die we eigenlijk zien als een onwenselijk type motivatie. Maar daar wil ik toch even wat bijsturen, denk ik, dat denkbeeld over extrinsieke motivatie. Want als intrinsiek betekent dat je geboeid bent door de leerstof op zichzelf, betekent extrinsiek eigenlijk niet de leerstof op zich jou interesseert, maar eigenlijk dat de activiteit, het leren, een doel dient. En dan kan dat eigenlijk verschillende doelen dienen. En in dat opzicht worden de verschillende subtypes van extrinsieke motivatie onderscheiden. En ik ga het concreet maken met een voorbeeld. Een leerling die bijvoorbeeld zich 's avonds inspant om zijn schoolwerk, zijn huiswerk te maken. Waarom zou je zich daarvoor inspannen? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, die leerling doet zijn best om van het gezeur van zijn mama en papa af te zijn. Anders mag je bijvoorbeeld niet naar de voetbaltraining. Dus in dat geval dient hij eigenlijk de verwachtingen van de ouders in te lossen. En we spreken eigenlijk over externe druk in dat opzicht. Je hoort het te doen. Maar leerlingen kunnen zichzelf ook onder druk plaatsen. Bijvoorbeeld, ze willen tonen aan zichzelf dat ze de leerstof beheersen. Ze zouden zich schuldig voelen indien ze niet voldoende hun best doen. Dus dat betekent ook, dat dient ook een doel. Tonen aan jezelf dat je het kan. Maar dat gaat ook wel met wat druk gepaard, maar die druk komt nu eigenlijk van binnenuit. En de perfectionistische leerling is typisch een leerling die zichzelf veel eisend is, voor zichzelf zeer zelfkritisch. Maar natuurlijk het leren of het maken van dat huiswerk kan er ook voor zorgen bijvoorbeeld dat je doorhebt, ja, maar zo oefen ik dat wat meer in. Er is wel zinvol voor mij, zo'n oefenmoment, dan snap ik het beter de dag nadien. Dus eigenlijk het leren dient daar ook een doel, omdat je het leren op zich bijvoorbeeld ook betekenisvol vindt. Maar dat laatste type, extrinsieke motivatie, dat is eigenlijk iets waarin de leerlingen meer uit overtuiging kiezen bijvoorbeeld om huiswerk te maken. En die overtuiging geeft eigenlijk aan, ze willen het doen. En het willen is ook datgene wat intrinsieke motivatie kenmerkt. En dus wat er gebeurt is in de psychologie is eigenlijk een verschuiving weg van intrinsiek, extrinsiek. Dat is niet meer de cruciale vraag. De vraag is nu, moet je het doen? Is het gevoel van moeten? En dan kan er druk zijn die van buiten komt. De leraar die druk plaatst. Of de ouders. Of de ouders. Druk van de leerling zelf. Ja, of de druk van de leerling zelf, de druk van binnen.
En dat plaatsen we dan eigenlijk ten aanzien van het willen. En het willen is dan, ik ben geprikkeld door de inhoud, wat dat dan intrinsieke motivatie is, of ik zie er de meerwaarde, de noodzaak van in. Ja. En ja, technisch spreken we dan over autonome motivatie. En we zetten dus motivatie ten aanzien van autonome motivatie. En dat is eigenlijk de manier om te spreken daarover. Waarom is dat belangrijk? Omdat soms in de praktijk wordt er een beetje een karikatuur gemaakt van intrinsieke motivatie. En wordt er gezegd, ja, niet alles kan intrinsiek boeiend zijn. En ik denk dat iedereen die voor een klas staat, dat weet. Ik ga daar ook 100% mee akkoord. We kunnen niet alle kinderen altijd inhoudelijk prikkelen. Maar we kunnen wel de meerwaarde van dingen proberen te duiden. De zinvolheid, aanknopingspunten zoeken met hun leefwereld. En daardoor spelen ene kinderen ook op die autonome motivatie, die eigenlijk een goede vorm van motivatie is. Voilà, dus het is een beetje naïef om te denken dat elke leerling zomaar voor elk mogelijk onderwerp hypergemotiveerd zal zijn. Maar als ze de dieper zin ervan vatten, dan kun je ze wel autonoom motiveren. En dat is een betere tegenstelling dan die intrinsiek versus extrinsiek, als ik het goed heb. Ja, inderdaad. En dat geldt bijvoorbeeld ook, alleen een ander voorbeeld is bijvoorbeeld voor afspraken die je maakt in het begin van een schooljaar. Dus typisch nu natuurlijk de eerste lessen. Het is ook belangrijk, het volgen van afspraken bijvoorbeeld, en is niet op zich intrinsiek boeiend. Ik ken niemand die bijvoorbeeld de verkeersregels volgt en een voorrang van rechts geeft omdat hij het leuk vindt. We doen dat allemaal omdat we dat noodzakelijk en zinvol vinden. En dus, het is dus die zinvolheid, die noodzaak, die betekenis die belangrijk is. En dan natuurlijk samen ook zoeken, uitzoeken met je groep leerlingen is wel belangrijk. Zodat ze een zekere mate van eigenaarschap ervaren rond hun leren of rond het volgen bijvoorbeeld van afspraken en regels. Ik kan me voorstellen dat er rond die klasafspraken zeker nog vragen opduiken straks. Ik ga nu even over naar de tweede stelling die we hebben liggen. Ze is een beetje cryptisch. B is de eerste letter van het alfabet. Ja, het alfabet begint natuurlijk met de A en dat doet me dan denken aan het ABC van motivatie. Ja, inderdaad. We hebben daarnet het gehad over autonome motivatie en dan, als dan een wenselijk type motivatie is, dan is natuurlijk de vraag hoe kun je dat ondersteunen? Wat is de voedingsbodem daarvan? En inderdaad, met een acroniem verwijzen we dan, het acroniem ABC, verwijzen we dan eigenlijk naar drie psychologische basisbehoeftes die belangrijk zijn om daaraan tegemoet te komen om die autonome motivatie te ondersteunen. Ja. En ja, net zoals dat we beschikken over fysieke behoeftes, iedereen heeft deze morgen iets gegeten en gedronken, een aantal van uw fysieke behoeftes zijn voldaan, hebben dus eigenlijk ook psychologische behoeftes. De A verwijst naar autonomie, de B naar verbondenheid, dat staat daar tussenin, en dan heeft u de C van competentie. Maar laat me misschien iets meer zeggen over die drie behoeftes, iets kort. Ja. Autonomie betekent eigenlijk dat je het gevoel hebt dat je jezelf kan zijn in relatie tot medeleerlingen, in relatie tot de leraar. Dat je bijvoorbeeld je een stuk vrijheid ervaart om je mening te geven. Als je bijvoorbeeld niet akkoord bent met iets of je snapt het niet, dat je eigenlijk ook niet geremd voelt om die angst te delen bijvoorbeeld, of die bezorgdheid te delen. Dus een stuk psychologische vrijheid in ons handelen, denken en voelen. Wat is het niet, autonomie? Is niet dat leerlingen alles op eigen houtje moeten gaan doen. Dat ze alles zelfstandig moeten gaan doen. En laat mij misschien een voorbeeld daarvan geven. Ook omdat zelfstandigheid is niet altijd een keuze soms. Soms dwingen we kinderen tot zelfstandigheid of leerlingen. Ja. En typisch is dat bijvoorbeeld na examens in de vakantieperiode is, wat gaan we doen met kinderen die een tekort hebben, leerlingen? Gaan we remedieringstaken meegeven? Maar eigenlijk, ja, de kinderen die net in tekort hebben opgelopen, die hebben net nood aan onze extra ondersteuning, aan eigenlijk houvast, aan structuur. Maar we vragen eigenlijk aan hen om in het zwembad te springen zonder dat we verdere bandjes geven om zelfstandig te leren zwemmen en die remedieringstaak te maken in de vakantie. En dat is eigenlijk paradoxaal, omdat net die competentiebehoefte bij hen in veel gevallen niet zal voldaan zijn. Dus dat brengt me even bij de competentie. Competentie betekent dus een gevoel van bekwaamheid, deskundigheid. Betekent ook dat je je kwaliteiten, je mogelijkheden kan benutten in de klas, dat je die ook kan ontwikkelen. En natuurlijk ook, bijvoorbeeld bij cognitief sterke leerlingen speelt dat een belangrijke rol, dat ze eigenlijk ook aan hun trekken komen en voldoende uitgedaagd worden. En dan heeft u ook nog verbondenheid, dus een warme, hechte relatie, die leerlingen kunnen opbouwen met hun vrienden in de klas, maar ook met de leraar. En ik wil hier ook even benadrukken, ja, het belang van deze drie behoeften is natuurlijk van de leraar in relatie tot zijn of haar collega's, maar ook in relatie tot de leerling.
Ik denk dat er bijzonder veel, als ik spreek zo met vrienden en vriendinnen in het onderwijs, hoor ik wel vaker, zij die al vast in het middelbaar onderwijs staan, dat ze ook weinig connectie hebben met de leerlingen zelf. Natuurlijk, als je in 7 klassen komt, dan is dat logisch. Dan heeft al 100 of meer dan 100 leerlingen, ja, is die band zeer beperkt, is die oppervlakkig. Maar nochtans is die verbondenheid cruciaal, eigenlijk ook om je eigen welbevinden als leraar hoog te houden, je jobtevredenheid. Want op dat ogenblik begin je ook leerlingen als persoon te ondersteunen en te kennen. En niet zomaar, laten we zeggen, kinderen die met kennis moeten gevuld worden als containers. En waar er ieder jaar een nieuwe generatie de revue passeert. Dus in dat opzicht, ja, vanuit het ABC pleiten wij ook wel heel sterk voor het voeren van ABC-groeigesprekken. Dat zijn gesprekken waarbij bijvoorbeeld een klastitularis individueel contact opbouwt. En vanuit de lens van het ABC zelf. Daar laat u eigenlijk de lamp op branden, op die 3 behoeftes. Waarom? We weten daarvan, studie na studie, dat dat zeer belangrijke voorspellers zijn van en leren, presteren, maar ook welbevinden. Dus eigenlijk, ja, willen we de motor aan de praat krijgen, dan moeten we iets doen met het ABC. En ook als het onder druk komt te staan, is dat vaak het gevoel van falen, het lukt mij niet, het gevoel van eenzaamheid, ik voel me alleen in de klas, uitgesloten, pestgedrag. Of het gevoel van druk, er is hier voortdurend toetsdruk, alles wordt mij voorgekoud. Dus ja, ABC-frustratie voorspelt dus een race negatieve uitkomst van spijbelen tot inderdaad schooluitval. En vandaar dat we in die motor moeten gaan investeren. Ja, en dat je dan reflecteert met je leerlingen over die B van voel ik mij verbonden, die C van voel ik mij hier in staat en die A van krijg ik hier een bepaalde mate van vrijheid waar ik ook weer mee om kan, die niet te is, niet in het water zonder de inderdaad, bankers. Denk dat dus in de ABC-groeigesprekken ga je concreet vragen stellen rond die ABC-ervaringen op zichzelf. Wat zorgt ervoor dat je inderdaad, met wie voel je je goed in de klas? Waaraan twijfel je nog? Of wat lukt er al beter? Wat is hetgeen dat je echt wil doen? Maar ook, ja, bij uitbreiding, dan denk ik, wat is jouw droom? Waar wil je naartoe? Dus die bredere vraag, naar een vraag naar wie wil ik worden? Welke identiteit wil ik opbouwen? Ja, het werken aan studiekeuzeprocessen, en dat zijn natuurlijk sleutelmomenten in de carrière van jongeren. Ja, dat is iets, denk ik, dat we regelmatig aandacht willen geven. En ook zo'n groeigesprekken kunnen helpen, waarbij u als klastitularis, als klankbord fungeert, om eigenlijk ook in dialoog te gaan met jongeren. En ons voorstel is ook om dat te doen buiten de schoot van de evaluatie. Dus u investeert daarin als niet gelinkt als school, aan de rapporten. Niet gelinkt aan de rapporten, omdat we daar al te snel staan, inderdaad in een beoordelende houding, en ook te weinig preventief kunnen werken. De bedoeling is om preventief te kunnen werken en te zien waar het moeilijk loopt en dan in de loop van het semester al gericht te kunnen bijsturen in plaats van, en dus problemen te voorkomen in plaats van enkel die te moeten genezen, als het ware, als de resultaten niet goed genoeg zijn. Een derde stelling die te maken heeft, denk ik, met die A die je net besprak. Laat ze toch zelf kiezen. Dat is een uitspraak die je soms wel eens hoort, misschien bij ouders, bij leerlingen. Als het gaat dan over motivatie. Wat is het antwoord op die vraag? Keuze in het algemeen is iets dat bijdraagt tot verhoogde autonomie. Maar, en ik ga hier wel wat kanttekeningen bij plaatsen, dat is niet in alle omstandigheden zo. Niet elke keuze is even motiverend of even motiverend voor alle leerlingen. En ik geef wat voorbeelden. Dus bijvoorbeeld de keuze inspraak geven rond een toetsdatum met een klas is denk ik iets dat belangrijk is, dat jongeren mee kunnen plannen. En dat is ook duidelijk. Bijvoorbeeld, het is duidelijk, dat is goed afgebakend, zo'n gesprek daarover. Keuze bijvoorbeeld met welke opvoeder je een herstelgesprek kan voeren. Misschien voel je een grotere klik met de ene dan wel de andere persoon. Ja. Keuze uit een lijst van spreekbeurtonderwerpen. Die lijst, moet die ellenlang zijn? Nee. Of een lijst van bijvoorbeeld boeken? Nee, we weten eigenlijk dat het aantal onderwerpen dat je opleest, beter wat beperkt is, dat je er gewoon vast structuur nodig hebt. Zodat jongeren ook kunnen kiezen, weten te kiezen. Maar ook bijvoorbeeld, want anders als die houvast daar niet is, dan voelen ze eigenlijk niet de competentie, vandaar dus die andere behoefte, niet de competentie, de bekwaamheid om te kunnen kiezen. Dus structuur en keuze moeten hand in hand gaan in dat opzicht.
En denk in het algemeen, ja, wat we natuurlijk doen, is soms ja, autonomie vereenzelvigen met keuze. Maar u kan autonomie ondersteunend werken in uw klas zonder dat u eigenlijk keuze biedt. En ja. Dat is natuurlijk vaak zo. U heeft een leerplan, u heeft zelf een opinie over inderdaad welke afspraken belangrijk zijn. Dus u gaat als leraar ook de leiding nemen. En ik denk dat dat ook zeer belangrijk is, dat u voor een stuk sturing geeft. Natuurlijk, die sturing, ja, dat kan welgekomen houvast zijn, of dat kan zeer dwingend zijn aan een keursleef. Dus in de manier waarop u sturing geeft, kan u ook wel doorslaan naar meer controlerend en dwingend worden. Maar eigenlijk een gebrek aan sturing en alles openlaten, wat dan keuze is, resulteert in chaos. Ja, dus, dat is net zo problematisch. En dat is dan het probleem daarvan. Maar dus ook autonomie ondersteunend werken kan u doen door bijvoorbeeld op een boeiende manier les te geven, de inhoud op een sprekende manier te brengen, verhalend, door meerwaarde te duiden. Zodat jongeren ook de zinvolheid daarvan zien. Door bijvoorbeeld als er weerstand is, door dat te beluisteren en niet zomaar van tafel te vegen en zeggen dat jongeren bijvoorbeeld lastig zijn of kinderen of vervelend zijn. Maar eigenlijk ook wel dat ook serieus te nemen. Ja. Dus dat zijn ook manieren, als je de kinderen ook serieus neemt, betekent dat niet dat de kinderen op het einde van de rit gelijk hoeven te krijgen, dat hoort u mij niet zeggen, maar het in het valideren, het erkenning geven aan de stem van jongeren, zit er iets zeer belangrijk naar autonomie, naar verbondenheid op zich. Ja. En dat betekent ja, nog dus niet dat jouw les altijd leuk hoeft te zijn, dat ze elk lesonderwerp perfect boeiend hoeven te vinden, maar ik zie de vraag in de chat ook opduiken. Niet ieder onderwerp is voor iedereen even boeiend. Ik denk natuurlijk wel, de uitdaging is het om het boeiend te brengen, maar, en daarmee zoveel mogelijk kinderen in uw klas ook te beroeren, te begeesteren. Maar dat niet altijd lukt, dat leek mij wel normaal. En mag je al eens wat meer structuur aanbrengen, zolang je dan niet doorslaat in... Zolang die niet doorslaat, inderdaad. Ik denk dat ze... Ja. Allee, het debat dat er soms heerst over de leraar die als expert mag fungeren, ja, daar ga ik 100% mee akkoord. Daar zit u natuurlijk in uw rol als leraar om kennis te delen, op een goede manier modellen te tonen, voorbeelden. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met competentieontwikkeling. Het ondersteunen van, kunnen de kinderen dit hier wel? Kunnen de leerlingen dit wel? Lukt dit hen? Ja. Maar in die structuur kan u natuurlijk ook interactief te werk gaan, kan u zeer boeiend de materie aanbrengen. Dus ja, het is een complete misvatting om te zeggen dat autonomieondersteuning haak staat op structuur. We hebben ook een leraarkompas ontwikkeld, waarin dat we eigenlijk verschillende stijlen situeren. En in dat kompas zie je zeer duidelijk dat structuur en autonomieondersteuning hand in hand gaan. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat voor iedereen die in deze webinar zit, dat het is geen evenwicht, maar die zoekt toch naar wanneer ga ik meer autonomie geven, wanneer zet ik meer in op structuur, dat wel een eeuwige zoektocht zal blijven. Hè? Dat je daar nooit een perfecte antwoord vindt voor elke klas. Dat is de zoektocht en ik denk inderdaad, binnen autonomieondersteuning en binnen structuur heb je zo verschillende bouwstenen. Die bouwstenen, zoals inderdaad duiding geven, boeiend zijn, ja, die ga je afwisselend hanteren. En natuurlijk, bij de ene klasgroep ga je bijvoorbeeld inzetten eerst op het activeren van voorkennis. Je kan dat interactief doen, dus participatief zijn daarin. Bij een andere ga je misschien sneller zelfstandig werk toelaten of in groepjes daar gaan differentiëren. Dus dat is altijd een zoektocht, maar Die zoektocht verloopt volgens ons op de meest optimale manier als je eigenlijk vertrekt vanuit het ABC. Als je vertrekt vanuit die basisbehoeftes en je de vraag stelt, hoe is het nu gesteld met het ABC van mijn leerlingen? En van daaruit gericht bouwstenen uit het leraarkompas aanreikt of toepast. En die dynamiek wisselt natuurlijk van les tot les, van groep tot groep. Maar ik denk ook dat hetgeen is wat het lesgeven zo mooi maakt. Als we elke les op dezelfde manier les gaan geven, dan raken we zelf, denk ik, gedemotiveerd en wordt het vervelend. Dus ja, het zoeken naar het aanboren van motivatie is volgens mij een van de zaken die het beroep van leraar zo mooi maakt. Ja, en zo uitdagend tegelijk natuurlijk. Dat zie ik ook aan de vele vragen in de chat. We gaan meteen over naar de vierde stelling, zodat we voldoende tijd hebben om ook die vragen te beantwoorden. Laatste stelling. Punten zijn een motivatiekiller. Met andere woorden, als je punten geeft, als je toetsen geeft, dan ondermijn je de motivatie van je leerlingen. Is daar iets van aan? Maar ik denk dat dat te sterk uitgedrukt is. Punten kun je denk ik op verschillende manieren natuurlijk toetsen. Je kunt die op verschillende manieren gaan aanwenden. Toetsen zou in de eerste plaats denk ik moet bedoeld zijn om,
om inderdaad leerlingen aan te geven waar staan ze ergens in het leerproces. Dus zowel de leraar zelf als de leerling kan leren uit de toets. Wat loopt er goed, wat loopt er minder goed? Natuurlijk, toetsen worden vaak ook gebruikt als drukkingsmiddel. Wordt er voor het gedreigd gezegd, ja, maar als jullie niet goed opletten, ga ik een toets afnemen. Er worden soms onaangekondigd toetsen afgenomen om iedereen aan het leren te krijgen. Dus ze worden ook gebruikt als manipulatiestrategie. En ja, dat haakt natuurlijk negatief in op autonomie in dat opzicht. Maar in het beste geval is de toets een middel om eigenlijk daarna feedback te gaan geven. En de feedback is datgene wat meest belangrijk is. Want in de feedback en in het geven van competentiegerichte tips, ondersteuning, wat loopt er goed, wat loopt er volgens jou goed, minder goed. Ja, daarin denk ik kun je jongeren optimaal motiveren. Dus in dat opzicht, ja, meer dan een toets is denk ik belangrijk om in feedback, om daar goed in te investeren. En ik weet dat dat natuurlijk wel wat inspanning vraagt van leraren. Bij ons op de universiteit is dat ook zo, als we gericht willen suggesties geven. Maar je ziet wel jongeren opveren als ze inderdaad iets zeer concreet taakgericht meekrijgen. Dit lukt al goed en dit is hier bijvoorbeeld, daaraan kan je werken. Dit kan ook beter. Dit kan beter, maar ook dus met een oplossing daarin. Ja. Dus een feed-forward, vooruitkijken naar en voor een stuk oplossingen aanreiken. Ja. Dus nog belangrijker dan punten feedback. Maar zo'n toets kan je wel helpen om gestructureerde tussenmomenten in te bouwen om leerlingen stap voor stap mee te nemen en te kijken. Niet alleen waar ze staan, maar ook om ze de trigger te geven om dat stukje leerstof nu eens echt stevig onder handen te nemen. Ja, denk inderdaad. En daar dan ook te voelen, dit lukt mij al. En vandaar ook natuurlijk, ja, we delen het op in mootjes en in verschillende onderdelen. We weten ook vanuit de cognitieve psychologie dat herhaling belangrijk is. Ja. Dat betekent ook dat men herhaaldelijk met de leerstof bezig dient te zijn om ook die competentieontwikkeling te voeden. Maar natuurlijk, ja, in dat opzicht, prestatiemotivatie is misschien het bredere thema ook dat soms leeft. Is prestatiemotivatie nu een goede of een kwalijke zaak? Ja, prestatiemotivatie kan omslaan in prestatiedruk. De druk om te tonen, u te bewijzen, waarbij het ego ook gestreeld wordt. Ja, en we zitten weer bij die motivatie van daarstraks. Ja. En is dat geen goede vorm van prestatiemotivatie? Maar natuurlijk als jongeren, laten we zeggen, de drang, de ambitie hebben om zelf beter te worden en ook begrepen dat inderdaad die toetsen soms belangrijk zijn om andere doelstellingen in het leven waar te maken, waar men achter staat. Ja, dan spreek je van een meer gezonde vorm van ambitie. Oké, okay, ja. Maarten, als het goed is, dan gaan we nu over naar de stellingen. Zit je zelf nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om ze in de chat te stellen. We hebben er al een heleboel binnengekregen intussen, dus we kunnen meteen van start. Je had het daarnet over laat ze zelf kiezen. De leraar zegt, ja, ik heb binnen het vak PAV in 6 BSO leerlingen zelf de thema's laten kiezen, maar dat veranderde weinig aan hun motivatie, die bleef zeer laag. Vaak zijn ze schoolmoe, beschrijft ze haar leerlingen. Ja, hoe kan ik die leerlingen toch een schooljaar lang proberen te motiveren? Was dat dan een goed idee? Geen goed idee om te zeggen, kom, jullie kiezen mee de thema's waar we dit schooljaar mee aan de slag gaan? Maar op zich denk ik dat dat wel een goed idee is. Natuurlijk, de vraag is, als dat zeer open is en men van scratch als het ware kan beginnen, is dat denk ik een te open beginpunt voor jongeren. Dus de vraag is of dat je daar niet meer thematisch bepaalde zaken kan ordenen, of ook hen reeds kan laten proeven van bepaalde thema's, door bepaalde thema's op een sprekende manier te brengen en dan te zeggen van ja, maar is dat iets dat jullie kan bekoren? Dus daar denk ik, dat is dan denk ik de rol van een stuk houvast, waarbij dat je niet alles afbakent en inblikt op voorhand, maar wel een soort maar ook niet alles aanbiedt. Ja, gestructureerd menu waarbinnen ze kunnen kiezen. Natuurlijk vraagt dat van jou een extra inspanning om dat als het ware voor te bereiden, maar dat is een meer, laten we zeggen, een geslotenere context, een minder open context. Want kiezen op zich vergt natuurlijk ook wel energie en is soms lastig, zeker als je niet weet wat je wil in het leven. En als je er nog niet zoveel zin in hebt. Ja, dan heb je daar niet zoveel zin in. Dus moet je dat ergens gaan voorkomen, denk ik. Ja. Laura vraagt zich af via de chat, kijk, is er geen conflict tussen het nut van bepaalde leerstofonderdelen duiden en het feit dat pubers nu eenmaal niet goed op de lange termijn kunnen denken? Botst dat niet ergens? Hoe los je dat op? Als het belangrijk is voor later, ja, dat is een argument waar niet elke tiener oor naar heeft. Hè?
Nee, nee. En eigenlijk, allee, het is belangrijk voor later. We hebben dat ooit experimenteel ook geïnduceerd als zijnde een motivatiestrategie. Toen ik begon te doctoreren bij Willy Lenz, degene die eigenlijk de motivatiepsychologie in de picture heeft geplaatst in Vlaanderen. En we zien daar eigenlijk van, dat ontlokt gewoon een schuldgevoel bij jongeren. Het gevoel van, ik hoor mij nu in te spannen, want het is belangrijk voor later. Dus dat is eigenlijk alleen interne druk dat je daarmee activeert. En dat werkt voor dus eigenlijk, ja, we dienen concreter te zijn, specifieker, om aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren. En ja, natuurlijk, het kunnen vooruitblikken op de langere termijn is niet iets dat inderdaad in dat opzicht altijd even gemakkelijk is. Zeker niet bij die pubers, dus dat klopt helemaal. Dan neemt niet weg dat je natuurlijk op middellijkere, kortere termijn wel dingen kan proberen te duiden. En opnieuw, in die groeigesprekken ga je natuurlijk ook wel soms zien, ja, maar wat zijn dan wel de lange termijn doelstellingen van jongeren? Want het is kwestie van daar soms die energie aan te boren, van ja, maar waar wil ik naartoe in het leven? Dat je ook voelt van, ja, maar misschien kan ik daar wel ergens naar verwijzen. Natuurlijk is dat soms maar voor een subgroep dan, in uw klas. Maar er is daar inderdaad niet, al, is niet altijd even makkelijk. Daar ga ik natuurlijk 100% mee akkoord. Bijvraag van Laura, en Lien stelt zich die ook. Zegt van, ja, kijk, in de praktijk lezen leerlingen bij een toets de feedback vaak niet eens en lijken enkel punten hen te motiveren. Ja, hoe verschuif ik hun focus van punten naar feedback? Hoe krijg ik ze zover om toch die feedback mee te nemen? Ik denk, zeer herkenbaar, hè? Leerlingen die vragen iets voor punten en anders niet gemotiveerd lijken of die bij een toets de toets terugkrijgen en enkel oog hebben voor het cijfer wat daarop staat en niet die feedback die jij uren en uren geschreven hebt s'avonds terwijl iedereen al sliep. Ja, die gaan ze inderdaad maar diagonaal lezen in het beste geval. Ja, ik denk dat de vraag is natuurlijk wat er haalbaar is in de praktijk, maar daar zou ik wel zeggen inderdaad, of aangeven dat je reactie terug verwacht. De vraag is, hoe kun je dat praktisch haalbaar maken natuurlijk? Is dat dan na 1 toets of wordt na 2 toetsen? Ik zeg maar iets, dat de feedback dat je daar biedt, dat je ook een soort reactie terug ziet van, wat vindt men daar nu van? Of dat je dat in een volgende les ook expliciet bevraagt van, ja, maar heeft iedereen, als je de toets overloopt en bijvoorbeeld de belangrijkste fouten probeert eruit te halen of samen collectief te bespreken of te zien. Ja, maar dat er ook een dialoog ontstaat daarover. Dat is natuurlijk in groep dan, in klas. Ja. Maar ja, ze expliciet de toetsen teruggeven en vragen om het te lezen, ja, dat lijkt mij ergens wel iets dat je kunt bindend maken. Voor een stuk verplichtend. Ja, dat klinkt misschien paradoxaal, maar ja, dat is natuurlijk met een duiding dan dat je dat ook onderbouwt. En een verplichting onderbouwen zorgt er ook wel voor dat je daar meer het gevoel van eigenaarschap toch ervaart, ondanks het feit dat dat eigenlijk bindend is. Dus daar zou ik dus wel dan ga je een beetje structuur bieden, waardoor je beetje meer structuur, beetje minder autonomie op dat moment. Ja, ja, meer structuur, waardoor dat die structuur ook aanvoelt. Ja, maar ik begreep dat hier nu ook. En ik ben bereid om die inspanning te doen. Dus ja, dat vind ik logisch in het licht van de inspanningen die leraren doen, dat we daar wederkerig iets vragen van jongeren, anders waarom doen we het allemaal? Daar ga ik 100% eigenlijk mee akkoord. Ja. Leraren kijken al vooruit. Een vraag die via de chat al een paar keer valt. Van ja, hoe buig ik dat om wanneer de motivatie van mijn leerlingen inzakt? Zijn er tips om dat te remediëren? Want ja, 1 september leeft er zo nog wel wat enthousiasme. Maar elke leraar weet dat op een bepaald moment wordt het doorheen een schooljaar altijd wel eens moeilijk voor heel wat leerlingen. Wel, als ik zelf mijn lessen voorbereid, ja, dan probeer ik eigenlijk daar altijd 2-3 zaken in te steken waarvan ik eigenlijk denk van, oké, daarmee kan ik op een leefwereld inspelen, daarmee met dit voorbeeld kan ik triggeren, daarmee, of daarover met een stelling kan ik bijvoorbeeld interactie ontlokken. Dus natuurlijk een stelling, stelling, we hebben daar straks stellingen gezien, wat ook, want nu liet dat technisch zich niet toe, maar De keuze van je stelling is bijvoorbeeld zeer belangrijk of dat je al dan niet respons ontlokt in je groep. Hoe dat je dan omgaat met die respons, ja, dat kan competentieondersteunend zijn, kan een breder debat openen of kan eigenlijk het gesprek doen uitoven op dat ogenblik. Dus daar ook weer, het ABC is daar belangrijk in de manier waarop dat je dialoog zoekt. Maar mijn voorstel is denk ik, vanuit de bouwstenen kan je beginnen. En we zijn bezig met een boek te schrijven. Een nogal levig boek waarin al die bouwstenen ook staan. Maar bij voorbereiding zou ik die bouwstenen hanteren. En zeggen, oké, ik ga proberen in te zetten bijvoorbeeld op duiding.
Ik ga proberen daar positief feedback te geven of constructief te zijn. En ik ga daar bijvoorbeeld een iets boeiend brengen met een filmpje of met iets dat hen kan triggeren. En dus ja. Je kiest 2, 3 elementen uit. En u gaat daarmee aan de slag. En dat is ook uw bewuste keuze. En na uw les kan u zich afvragen, ja, maar oké, heeft dit nu gewerkt? En, want natuurlijk, betrokkenheid en motivatie, dat schommelt nogal. Ook binnen een les zelf. Ja. De eerste 10 minuten natuurlijk, kan u ze mee hebben. Dan zakt dat in. Dan ontstaat er een andere dynamiek. Maar vanuit het ABC, denk ik, gaan reflecteren bij voorbereiding en na uw les, aan de hand van die bouwstenen, is denk ik iets dat u helpt om uzelf ergens wat, ook gewoon vast te bieden, om wat zelfzekerheid te ontwikkelen. En ook misschien zelf een groeitraject in relatie met uw collega's, want dat is denk ik het andere wat ik wel wat wil toe oproepen. Ik denk dat er zeer veel goede zaken zijn die gebeuren in het onderwijs vandaag. De vraag is of dat in vakgroepen we altijd zo open zijn om dat te delen met elkaar, wat er goed loopt of wat er moeilijk loopt, en dan te leren van elkaar. Een vraag die binnenkomt, een leraar die zegt van ja, ik probeer ze zelf inbreng te laten geven in de les inhouden. Ik bied diverse wisselende werkvormen aan, ik ga voor die triggers en zo verder. Maar een heel fundamenteel probleem, mijn leerlingen blijven zich verzetten tegen het vak aan zich en hebben daardoor al geen motivatie. Want in het begin iets wat denk ik ook wel besmettelijk kan werken in een klas. Hè. Als niemand zin heeft, als 5 leerlingen duidelijk geen zin hebben in het vak Frans, dan staat de hele klas negatief ten opzichte van dat vak, voor u te weten. Akkoord, want dus, ik herinner me zo'n paar jaar terug, onze zoon had taalwetenschappen gekozen, of talen, en ja, je kreeg dus ook Duits, maar hij wist dat niet zo goed in het derde middelbaar. Ja, Duits, voor wat staat dat eigenlijk precies? Ja. Hij koos talen omdat Spaans en boeide. Maar ja, en ik dus kreeg nominatief accusatief in de plaats. Ja, ja. Ja, wat je zag is inderdaad, de leraar ziet dan ook dat kinderen zich onvoldoende inspannen voor Duits. Als je dat natuurlijk ziet, is er een andere kwestie die naar voren komt. Zijn, ja, maar waarom heb je bijvoorbeeld voor talen gekozen? Ja, wat is de meerwaarde of wat is van deze taal, van Duits? Dan werd er doorverwezen naar het boek waarom dat Duits potentieel interessant of belangrijk kan zijn. Maar ik denk dat op zo'n ogenblik natuurlijk ook bij Frans dat er een soort groepsgesprek ook kan ontstaan. Natuurlijk met het risico dat er een soort negatief besmettelijk effect is op elkaar. Maar ook denk ik, en leerlingen die bijvoorbeeld toch de meerwaarde daarvan zien. Of dat ondervinden als we naar Brussel bijvoorbeeld inderdaad op uitstap gaan. Dat je daar iets kunt bestellen in het Frans. Ja, de concrete praktijkrelevantie die daar duidelijk wordt. En soms vraag ik me ook af, en je ziet dat soms in sommige taalverenigingen waar men dat ook in investeert, in het verzamelen van bijvoorbeeld goede praktijken, een soort getuigenissen van leerlingen, want de meest overtuigende impact komt er eigenlijk nog van een peer, van een leeftijdsgenoot, van een jongere die zegt, ja, maar vroeger twijfelde ik ook aan Frans, maar vandaag werk ik in Brussel bijvoorbeeld, en ja, heb ik toch ondervonden dat dat iets is dat mij toch enig voordeel oplevert. Dus ja, de vraag is, moet je altijd zelf proberen te overtuigen, maar je wordt dan prekerig. Eigenlijk willen we meer gaan via leeftijdsgenoten, soms afgestudeerde leerlingen op school. Ja. Maar daarin investeren bijvoorbeeld, om daar videomateriaal te verzamelen, goede casussen, en die dan in groepsgesprekken naar voren te brengen. En ik begreep wel dat dat een ganse investering is. Maar de vraag is eenmaal daarin investeren niet iets dat je jaren kan meenemen, waardoor dat je ook op een bepaald ogenblik dat gesprek voert. En dat gesprek over het waarom en motivatie is voor mij als motivatiepsycholoog bijna even belangrijk als inderdaad het feit dat we soms de les effectief gaan lesgeven. Want dan ga je de motor proberen aan de praat te krijgen, want als de motor niet aan de praat is toch trekken en sleuren en kunnen we misschien beter even op de rem gaan staan om in motivatie te investeren vooraleer dat we met de leerinhouden verder gaan. Ja, een vraag die daar heel sterk aan vasthangt. Een leraar die zegt, ja, ik geef een vak. Ik heb 7 uur in die klas per week. Ik moet mijn vak verkopen. Ik moet mijn leerplan volledig aanraken. De tijdsdruk is er echt wel. Maar als ik dan elke week, elke les moet openstaan voor dialoog en verbinding, woorden die we hier nu heel veel hebben laten vallen. Ja, hoe geraak ik dan op het einde aan voldoende evaluatiemomenten? Ja, maar dus denk... Moeilijk evenwicht. Maar een moeilijk evenwicht. Maar de vraag is natuurlijk ook of dat je telkens
Je hoeft niet de klas, de les te beginnen met de vraag waarover willen we het vandaag even hebben. Ik maak er nu wel een karikatuur van. Ja. En soms wordt dat ook, denk ik, van dialoog gedaan. Je heeft natuurlijk een leerplan. En als ik nu het voorbeeld neem van mezelf, ik sta voor 500 studenten in de aula. Ik heb vooraan een ideeënbus staan. En wat ik eigenlijk doe, bijvoorbeeld na de eerste of de tweede les, ik deel kaartjes uit waarbij studenten ook onderwerpen die hen boeien, kunnen noteren. Of zaken die natuurlijk te maken hebben met de les zelf, of dingen die ze niet begrepen uit de les. En ja, die kaartjes kunnen ze deponeren in de ideeënbus bij mij. En ik ga die ideeën, die suggesties, ook wel proberen te verwerken in de komende lessen. Dus niet, ik sta niet iedere les opnieuw open vanaf het begin van de les. Wat is hier de input? U heeft natuurlijk een bepaalde agenda. En rond die agenda ga je dan proberen ergens wel de dialoog te ontlokken. Dus dat is ook opnieuw niet pleidooi om helemaal van scratch te beginnen. Dat is denk ik een foute invulling van wat autonomie betekent. Dat is te open. De initiële vraag ging daar ook over. Maar kies sleutelmomenten om te investeren in dialoog. En die sleutelmomenten, daar is dan ook je bewuste keuze om te zeggen, ja, maar nu beluister ik jullie. En straks is er geen ruimte meer voor, want straks gaan we lesgeven bij manier van spreken en ga ik ook jullie kennis delen en gaan we werken aan competentie. Ja, voilà. En je kan niet elk half uur ingaan op de vraag waarom moeten we dat leren, maar het is wel belangrijk dat je uiteindelijk ten gronde beantwoordt. Dries, die kijkt heel kritisch naar zichzelf, stuurde deze vraag in via Instagram vooraf. Hij zegt, ja, eerlijk rekenen, lezen, wereldoriëntatie, ik vind dat echt zalig om te geven, maar, en daar zijn we weer met Frans, daar sta ik zelf niet echt voor te springen. Ik ben bang dat mijn leerlingen dat ook gewoon voelen. Heb jij tips voor mij, Maarten? Vraagt hij zich af. Jezelf minder gemotiveerd voor het vak Frans. Ja, hij zegt, ik vind een leraar in de lagere school loopt natuurlijk wel het gevaar dat hij een hoop vakken heeft die wel heel leuk vindt en dat er af en toe eentje minder eentje tussen zit waar je minder sterk of minder gemotiveerd voor voelt. Ja, ik denk dat dat wel menselijk is. Natuurlijk, als je dat zelf ook laat uitschenen. Ja, we weten dat leraren die zelf enthousiast zijn over hun eigen vakgebied, dat enthousiasme ook besmettelijk is. Dat je dat overdraagt. Dus in dat opzicht denk ik, zelf te kennen geven dat Frans u als vak niet bekoort, is wel een valkuil. Het is een risico, denk ik, om kinderen negatief te besmetten. Als u zelf zegt, het is iets dat op het leerplan staat, is van moeten hier. Ja, getuige zelf eigenlijk van motivatie in dat opzicht. Hè. Ja, de uitspraak die je soms ook wel eens hoort in de klas, van ja, dit stukje vind ik zelf ook niet leuk, maar we moeten het nu gewoon even doen. Maar dan is de goede keuze, of kan dat soms? Ja, waarom, hoeveel vrijheidsgraden heb je dan om dat effectief daar toch iets wel mee te doen of niet mee te doen? Ik zie veel variatie tussen leraren in de zin van sommigen willen zich zeer strikt houden aan een leerplan, die ze eigenlijk ook schrik van een inspectie, dat ze bepaalde delen daarvan onvoldoende zouden behandelen. Andere leraren zijn daar meer flexibel in, gaan daar meer tussen navigeren als het ware. Maar dus ja, ik denk niet dat we een leerplan als een keursleven mogen zien in dat opzicht. Het is meer de manier, denk ik, ook waarop dat je het aanbrengt. En als de inhouden op zich, denk ik, sterk zijn. Als je dan daar licht van afweekt, maar misschien zeg ik hier nu iets wat de inspectie niet graag hoort. Maar oké, dat is denk ik ook de bedoeling dat u wel met de nodige passie de zaken kan aanbrengen. En in dat opzicht, is zelf, als er echt onderdelen zijn die je niet graag doet of niet graag les over heeft, is de vraag van, kan ik dat op een andere manier brengen? Kan ik die delen al dan niet deels gaan overslaan en op andere thema's mee richten, die mij ook zelf of meer bekomen? Misschien binnen dezelfde school met collega's eens nadenken over hoe je dat kan uitwisselen. Of hoe kan je het uitwisselen in een soort herkenbare job? Vraag van Miek, ik denk dat we het daarnet ook al heel kort behandeld hebben. Ja, bij elke opdracht die ik opgeef, is de eerste vraag, staat dat hier op punten? Ja, hoe draai je die situatie om? Want je kan ze dan op punten beginnen zetten, maar dat is misschien niet altijd nodig of niet altijd gewenst. Maar kinderen, we hebben natuurlijk leerlingen een stuk geconditioneerd daarin. Hè? Leerlingen zijn gewoon geworden om in functie van punten te werken. En als er geen punten tegenover staan, dan gaan ze voor een stuk de meetlat uithalen of vragen zich af, hoort dat erbij, hoort dat er niet bij. Ja, ik denk in de eerste plaats
dat we via de inhoud zelf opnieuw punten, ja. Is één iets. Het gaat over de feedback die daarbij hoort. Als je een taak opdraagt en er volgt daar geen grondige feedback of alleen punten dat je dan daar opplaatst, zonder dat je meer gericht feedback geeft, ja, dan is het maar de vraag van, wil je dat dan inderdaad op die manier doen? Want het is de feedback zelf die het meest motiverend is. Nu, ja. De vraag naar punten suggereert misschien ook van, ja, maar kan ik niet inzetten op die zinvolheid, die betekenisvolheid, op die interesse? Daar proberen op de autonome motivatie in te zetten als motor, en dan zal die vraag naar punten ook wel meer achterwege blijven, omdat men meer door de inhoud zelf voor een stuk geboeid raakt, en zal de vraag naar punten als een soort reden om het toch te doen, geleidelijk aan verdwenen. Ja. En misschien is die vraag naar punten vooral een vraag naar duidelijkheid en naar wat structuur. Inderdaad, dus misschien ook gewoon vast van, ja, of ook soms misschien een vraag naar feedback. Ben ik goed bezig hier? Snap ik het voldoende? En in dat opzicht zijn punten ook een diagnostisch interessant, omdat dat toch ergens aangeeft. Waar je ergens staat in het leerproces. Ja. Een vraag van een leraar die al diep in het schooljaar kijkt. Die zegt, ja, sommige leerlingen beginnen in de loop van het schooljaar in te zien dat ze volgend schooljaar van richting of van finaliteit willen veranderen. Soms zien ze het nut van die resterende schoolweken dan niet meer in. Ja, en die resterende schoolweken, dat kan echt al januari ergens zijn, hè, na tegenvallende kerstexamens. En dan zetten ze meer en meer de boel op stelten in de klas. Ja, hoe ga ik daarmee om met leerlingen die eigenlijk van zichzelf vinden, ik zit hier niet op mijn plaats? Wel, ik denk dat natuurlijk als je die groeigesprekken gaat voeren, zoals we daar straks voor pleiten, en dat betekent ook dat je bijvoorbeeld vanuit de directie dat er een beslissing wordt genomen om, ik geef maar een voorbeeld, een woensdagvoormiddag vrij te roosteren, waarbij leerlingen thuis zelfstandig gaan werken, maar de leerlingen één per één naar school komen. Dus een stuk zelfstandig thuiswerk, maar dan ook één op één gesprekken met jongeren. Dan ga je natuurlijk ook beginnen zien en horen hoe die leerlingen kijken naar die studierichting. En doe je dat bijvoorbeeld in november, dan ga je misschien met de kerstvakantie ook samen met de jongeren beslissen om met kerst naar een andere studierichting te gaan. Te schuiven naar iets dat de leerlingen meer ligt, of naar een andere school, waardoor dat je de problemen in het voorjaar kunt eigenlijk voorkomen in plaats van te betreden. Dus preventief proberen aan te pakken. Dus we willen eigenlijk preventiever eigenlijk de vinger aan de pols houden waar jongeren ergens staan in dat opzicht. Ja. We hebben nu heel veel over jongeren. Je hebt het over studierichtingen veranderen en zo verder. Die groeigesprekken, kan je daar ook met jongere kinderen, lagere schoolleeftijd, aan de slag? Wil je reflecteren over hun eigen keuzes en eigen motivatie? Lijkt mij misschien moeilijker. Wel, ik denk inderdaad dat wat er daar nodig zal zijn, is meer houvast. Natuurlijk, de vragen kunnen niet zo moeilijk zijn, maar als je aan een kind vraagt, wat vind je leuk om te leren hier op school? Wat doe je niet graag? Je kan ook met emojis werken, waarbij dat ze dat ook aangeven. Sommige kinderen kunnen dat voor een stuk misschien zelfs ook gaan uitschrijven. Alleen in het algemeen pleiten we ook bij die ABC-groeigesprekken voor een voorbereiding daaromtrent. Ja. Waarbij je een aantal vragen meegeeft, dat men over kan reflecteren, dus niet on the spot. Maar die zaken zijn denk ik wel belangrijk om ook in kindgesprekken te bevragen bij kinderen. Ja. En de valkuil bij kindgesprekken is vaak dat we eigenlijk voor de kinderen het invullen. Dat we, als er een stilte valt, denken we, we gaan het ook voor de kinderen maar even zeggen waar het op staat. Maar ik denk dat dat eigenlijk belangrijk is om te leren zwijgen. Zwijgen is van groot waarde in die omstandigheden. Ja. En natuurlijk, we hebben daar wel houvast nodig. We kunnen kinderen voor een stuk wel ondersteunen om dingen onder woorden te brengen. In het eerste, tweede leerjaar zal dat natuurlijk wel moeilijker zijn. Maar het is ook kwestie van een cultuur op gang te brengen op school, waarin dat er zo'n gesprekken mogelijk zijn en kinderen ook de vrijheid ervaren om dingen te kunnen benoemen. Wat ze niet leuk vinden op school, wat ze lastig vinden, maar ook wat hen kan boeien of wat ze meer willen van doen. Ja, dus biedt voldoende structuren, dan kan je ook met die kinderen wel reflecteren en groeigesprekken voeren. Een laatste vraag, die kijkt niet meer naar de leraar en de leerling enkel, die kijkt ook naar de ouders. Ja, moet je ouders niet betrekken in die gesprekken? Want soms zitten jongeren onder druk van hun ouders in een studierichting die niet bij hen past. Ja, ze dan nog verbinding
laten vinden met die leerstof lijkt wel super moeilijk. Maar ik denk eigenlijk ja, twee zaken daarop. Dat op het ogenblik dat jongeren eigenlijk, of ouderen worden uitgenodigd samen met de leerlingen naar school op infodagen, dat eigenlijk het motivationeel continuum, dus de verschillende types motivatie die ik daarnet over sprak, ja. dat ik zou zeggen, dat is psycho-educatie. Op elke school willen we eigenlijk dat continuum tonen. Want waarom kies je voor de studierichting Latijn? Om mama en papa te plezieren, omdat mama en papa vinden dat ik het hoor te doen, externe Ja. druk, omdat ik moet tonen dat ik Latijn aan kan, is interne druk, omdat ik het zinvol vind. Dus dat continuum, dat wil maar iedereen tonen. Met de effecten daarvan zeggende, oké, ja, maar als ouder heb je wel een belangrijke invloed, inderdaad, in het soort motivatie dat je ontlokt, door de studierichting al dan niet te gaan sturen. Dus dat is denk ik één iets. Het andere is, als we de gesprekken voeren met jongeren, de groeigesprekken van daarstraks, dan gaan we, dus die voeren we voor het halfwegde semester, als we dan na de resultaten de ouders erbij halen voor een ouder-kindcontact, dan moeten we ook durven heldere wijn te schenken naar de ouders zelf. En zeggen, ja, maar het is onze indruk dat uw kind hier zit, omdat het eigenlijk vindt dat u, of dat u, of u, dat is ook hetgeen wat de kinderen hier zeggen, ja, maar het is van mama of papa omdat het moet, omdat Ja, het zo hoort. voilà. Een Maar discussie die die met punten ook boodschap altijd mogen we opduikt, hè? ook opnieuw geven aan de ouders met eigenlijk illustraties rond, ja, maar motivatie, dat heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. De kinderen kunnen niet authentiek functioneren daarin. Dit kost bergen energie en ze lopen tegen obstakels sowieso, want als ze eigenlijk geen antwoord op weten te zoeken, omdat ze niet de energie hebben. Dus mijn pleidooi is, ja, laat ons ouders daarin ook de nodige motivationele know-how bijbrengen, zodat ze gericht kinderen kunnen ondersteunen in hun studiekeuzeproces. Oké. Maarten, ons lesuur zit er eigenlijk op. De bel gaat zo meteen, om het even zo uit te drukken. Bedankt, van harte bedankt om mee te zoeken naar antwoorden. En jullie allemaal van harte bedankt om te kijken. Bedankt om er net als zoveel andere leraren ook dit schooljaar weer vol motivatie in te vliegen. Heel veel succes en werkplezier in het nieuwe schooljaar van het hele klassenteam.